Fernandes Bakkerij heeft gisteren haar I Love Fernandes Bakery sign onthuld. Dit kunstwerk staat aan de Kernkampweg bij de speeltuin Het Innerwieltje. Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, zegt dat dit kunstwerk een idee is van 2 jaar geleden. De samenleving kan bijdragen om bekendheid te geven aan dit kunstwerk dat onderdeel is van de geschiedenis van Fernandes. Eventueel op social media kunnen zijn zetten om uiteindelijk de historie vast te leggen. Want die historie hebben wij als Fernandes. We bestaan al 115, volgens mij 117 jaar bestaan wij al. De klanten. Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken zei dat Fernandes Bakkerij bijdraagt aan het verbeteren van de infrastructuur. Het ministerie zal ook met andere bedrijven gaan samenwerken. Enkele weken terug toen meneer hierover sprak, zei ik dat het een geweldig initiatief is. En wij hebben als ministerie hebben we een pad uitgezet. Wij kunnen niet alles meer zelf. En dat moeten we een keer toegeven. En dat moeten we ook gaan doen in de praktijk. Als we niet kunnen, laten we kijken hoe het wel anders kan. En dat was dus minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken. De onthulling van de I Love Fernandes Bakery sign heeft simultaan plaatsgevonden met de opening van het Christmas Lights project.